Justitieminister Kenneth Amoksi heeft meer geld nodig voor de aankoop van dienstvoertuigen die vallen onder zijn departement. Amoksi merkt op dat hij nog enkele miljoenen nodig zal hebben om zaken op een rijtje te zetten. Er is wel geld gegeven, maar niet genoeg. We hebben bijvoorbeeld voor voertuigen van de politie hebben we bijna ruim 39 miljoen ter beschikking gehad om voertuigen te kopen. Die voertuigen hebben we nog niet helemaal kunnen, de procedure hebben we nog niet helemaal kunnen afwerken om die aankopen te doen. We zitten ook met comptabele regels. Ondernemers, leveranciers zijn ook ontevreden, omdat de koers is ook gaan stijgen. Dus daarmee moeten we ook rekening houden. Maar we kunnen voertuigen kopen voor de politie, maar niet alleen de politie staat garant voor veiligheid. En ik heb zeker nog 30 miljoen nodig om ook voor de andere diensten van het ministerie, andere korpsen, ook voertuigen en ander materiaal te kopen. Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar de politiebureaus, ik schaam me. Toch? Kapotte meubelen, kapotte computers, toiletten, weet je. Amoksi zegt verder dat de overheid toch in alle aankopen moet voorzien om de korpsen goed te laten functioneren. Recentelijk heeft Staatsolie 2 voertuigen geschonken aan de politie van Brokopondo, terwijl de Finabank elektronische apparatuur heeft gedoneerd. Van de gemeenschap moet ik het ook hebben. Ik ga ook speciaal iemand aantrekken om middelen te zoeken in Nederland, onder andere. Maar het ministerie heeft het verschrikkelijk moeilijk met financiën. De minister merkt op dat er nog plannen zijn om het gebouw aan de Gemeenelandsweg, dat als hoofdbureau van politie zou worden ingezet, af te bouwen. Er waren betalingsproblemen die nu moeten worden verholpen om het project toch af te ronden.